waarom zeggen alle kinderen ter wereld mama? Dit is de Universiteit van Nederland. Taal, dat zijn wij. Taal, dat zijn wij. Dat taal is wat ons mensen maakt. Alles, bijna alles wat we hebben om ons heen, is gemaakt van taal. Kijk om je heen, al die dingen die je ziet, het is gemaakt. En we hebben dat eigenlijk alleen maar kunnen maken omdat we dat aan elkaar hebben kunnen uitleggen hoe dat te maken. Alle sociale structuren, jullie zijn hier gekomen met je vriend, je vriendin, dat heb je eigenlijk alleen maar kunnen bereiken door taal. Taal, dat heeft ons helemaal tot mens gemaakt. En dat begint al bij het allereerste begin. Daarom heb ik deze speciale proefpersoon meegenomen. Het begint al bij het allereerste begin, waarin mensen inderdaad hun eerste klankje maken. Nu gaan we een experiment doen. Welk geluid maakt deze baby als eerste? Deze baby is nog te jong, zegt nog niks. Maar we weten dat baby's over de hele wereld, het eerste woordje allemaal hetzelfde maken. Zij kan het nog niet voordoen, maar we hebben het wel hier op video staan. Mama. Mama. Papa. Papa. Mama, mama, mama. Je ziet hier eigenlijk twee dingen aan. Twee dingen die heel typisch zijn voor het leren van taal. De eerste is dat het bij kinderen eigenlijk geen zin heeft om te proberen ze te verbeteren. Als het kind nog niet toe is aan papa, dan zegt het nog geen papa. Je kunt papa 100 keer voordoen, dat kind doet het niet. Iedereen kent eigenlijk, heeft die ervaring wel. Je corrigeert een kind, maar het kind doet het gewoon niet. Het gaat het pas doen op het moment dat het eraan toe is. Maar aan mama zijn ze al heel snel toe, denken we. We denken dat ze toe zijn aan mama, maar eigenlijk wat mama is, is je mond sluiten en dan je mond open doen. Ah, dus wat zo'n baby eigenlijk doet is gewoon ma, gewoon mond open en dicht. En het is de moeder die zich buigt over de wieg en die denkt, ah, ze heeft het over mij. He? Dat is de reden waarom dat het eerste woordje is. Maar die taal komt al heel vroeg in ons leven, ontzettend vroeg. Zo vroeg mogelijk. We weten dat kinderen van 10 dagen oud al kunnen herkennen wat hun moedertaal is. Dus je geeft ze een spreker, iemand die ze nog nooit eerder hebben gehoord. Iemand die 2 verschillende talen spreekt. En die kinderen letten beter op, die spreker, als die hun moedertaal spreekt, dan wanneer die een andere taal spreekt. Hoe weten we dat? We doen experimenten met zo'n baby. Het enige soort experimentele instrument dat we hebben is deze speen. Maar in die speen kun je een sensor doen, zodat je weet of de baby nog zuigt of in slaap gevallen is. Want dat is wat baby's kunnen doen, zuigen of in slaap vallen. Nou, dat kun je dus precies gebruiken. Als de spreker moedertaal spreekt, dan zuigt de baby langer, gemiddeld. Zo weten we dat. 10 dagen oud. En waar ze vooral op letten, de eerste 10 dagen, is het ritme. Het ritme van die moedertaal. De zinsintonatie. Ze horen, dan horen ze Nederlands. Nou ja, dit is mijn imitatie van alleen maar de zinsintonatie van het Nederlands. Waarom is dus ook dat weten we. We kunnen dat experiment doen. We nemen weer die spreker. Maar nu manipuleren we het geluid, zodat je alleen nog maar hoort. Dat van het Nederlands klinkt anders dan het van enige andere taal. En zelfs dat kan een kind horen, een kind van 10 dagen oud horen. Dat kind begint waarschijnlijk met het luisteren naar die zinsmelodie van de moedertaal. Waarom is dat zo? De zinsmelodie is hetgene dat je al in de moederbuik kunt horen. In de moederbuik hoor je alles door vrucht, water, vlees, van alles en nog wat heen. Maar je hoort wel je moeder.
Dus je hoort letterlijk dat. Nou, precies dat geluid pikken ze dus op. Dat is het eerste wat ze leren. Maar gaandeweg, als ze eenmaal geboren zijn, dan kunnen ze ook de klinkers en de medeklinkers van die moedertaal beginnen te onderscheiden. Dan kunnen ze horen, langzamerhand bouwen ze de klinkers van het Nederlands op. Hebben jullie een idee van hoeveel klinkers het Nederlands bijvoorbeeld heeft? Hoeveel klinkers heeft het Nederlands? Wie denkt er meer dan 5? De rest denkt dus minder dan 5. Het zijn er meer dan 5. Wie denkt er meer dan 10? Wie denkt er meer dan 15? Wie denkt er meer dan 20? Het zijn er, zoals ik het tel, ongeveer 13. A, A, E, E, I, E, enzovoort. He? Tel ze zelf na. 13 verschillende klinkers die je moet leren. Ook nog een enorme verzameling medeklinkers die je moet leren. Die je op de een of andere manier van elkaar moet leren onderscheiden. En die je moet leren maken. Die je op de een of andere manier, niemand legt je uit hoe je dat moet doen met al die organen die je hier hebt. Maar dat leer je. Je leert die organen te gebruiken. Je leert hoe je een G moet maken. Jullie weten eigenlijk niet hoe je een G moet maken. Hè? Je weet niet wat je doet als je een G maakt. Maar je kunt het wel. En dat heb je geleerd als kind. Je bouwt dat langzamerhand op, die verzameling klinkers en medeklinkers. Je begint met de simpelste klinkers, de klinkers die in de meeste talen voorkomen. En die ook in het Nederlands het vaakst voorkomen. Je begint bijvoorbeeld, je leert eerder een E dan een U. De scrabblemakers hebben dat goed gezien. Dat correspondeert ook met allerlei dingen. Bijvoorbeeld een U is een heel zeldzame klank. Het is een klank die ook in niet zoveel talen voorkomt. Het Frans heeft het toevallig, het Duits heeft het toevallig, 2 buurtalen hebben het. Maar het Engels heeft bijvoorbeeld ook geen U-klank. U is dus een moeilijke klank die kinderen relatief laat leren. We gaan razendsnel door die paar jaar heen waarin je die taal leert. Een volgende stap is dat je woorden moet gaan leren. Je moet de woorden van die taal leren. Je kent de klanken, maar nu moet je leren wat woorden zijn. En dat is eigenlijk nog helemaal niet makkelijk. Bijvoorbeeld omdat eigenlijk nooit iemand zomaar een los woord zegt. Ik praat niet met alle woorden aan elkaar vast. He, ik praat juist wel met alle woorden aan elkaar vast. Ik plak ze allemaal aan elkaar vast. Dat hoor je in het Nederlands niet, omdat jullie Nederlands spreken. Maar ik heb een taal opgediept, een Indianentaal, Bidaha, waarvan ik zeker weet dat niemand die hier spreekt. Dus ik wil jullie uitnodigen om hier even naar te kijken en af en toe even je ogen dicht te doen, zodat je de ondertiteling niet ziet. En te proberen te luisteren of je de woorden kunt horen. Of je kunt horen wat losse woorden zijn. Ik zeg je, dat kun je niet. Je hoort niet wat losse woorden zijn. En toch leren kinderen heel snel die woorden eruit vissen. Hoe doen ze dat? Een deel is eigenlijk ook weer statistiek. Dus zoals veel voorkomende klanken eerder worden geleerd dan minder voorkomende klanken, leren kinderen ook al heel snel dat bepaalde medeklinkers eigenlijk heel zelden naast elkaar staan. En als ze heel zelden naast elkaar staan, dan betekent dat waarschijnlijk dat de ene het einde is van het ene woord en de andere het begin van het volgende woord. Ze moeten dat dus op de een of andere manier tellen. En zo leren ze dus die woorden onderscheiden. Ze moeten ook nog leren wat die woorden betekenen. Dat is op zichzelf eigenlijk ook al een raadsel. Hoe leren kinderen dat? Hoe leer je wat een woord betekent? Hoe leer je wat kat betekent? Hoe weet je dat? Je moeder wijst je op een kat en zegt kat. Maar hoe weet je dat zij bedoelt dat beest? Hoe weet je dat ze niet bedoelt de vacht of witte kat of zoogdier of katachtige? Hoe weten kinderen
dat. Het kan ze niet worden uitgelegd. Het wordt ze ook nooit uitgelegd. Niemand leert zijn taal doordat zijn moeder Vandalen voorleest met alle definities. Hè? En toch leer je dat. Toch leer je dat. En dan ben je nog lang niet klaar. Dan ben je nog lang niet klaar met het leren van je taal. Want er zijn nog een aantal andere stappen die je moet zetten. Je moet bijvoorbeeld leren om zelf die woorden te gaan combineren tot zinnen. Zelf zinnen gaan maken. Als kinderen praten, zeggen ze in eerste instantie wel zinnen van één woord. Zeggen ze bal, koek, eten. Maar op een bepaald moment leren ze die woorden met elkaar te combineren. Leren ze om te zeggen koekje eten. Maar wat heel typisch is, is dat Nederlandse kinderen het zo zeggen. Die zeggen koekje eten. Terwijl Engelse kinderen zeggen, zo jonge Engelse kinderen al zeggen, eat cookie. Er is dus een verschil wat zulke jonge kinderen al hebben opgemerkt. Hoe zit dat? Ja, in gewone zinnen is de volgorde hetzelfde. Ik eet een cookie, I eat a cookie. Maar in het Nederlands staat heel vaak het werkwoord aan het eind van de zin. Ik wil een koekje eten. Ik moet een koekje eten. Ik heb een koekje gegeten. En in het Engels doe je dat niet. I want to eat a cookie. I have to eat a cookie. I have eaten a cookie. In het Engels is dit altijd de volgorde. En in het Nederlands is kennelijk voor kinderen al opvallend die volgorde anders. Kinderen, zelfs kleine kinderen, hebben kennelijk al in de gaten wat de basiswoordvolgorde van die taal is. En dan nog zijn ze niet klaar. Want dan kun je zinnen maken, maar dan kun je nog geen gesprek voeren. Kun je nog geen verhaal vertellen. Ook dat moet je leren. En ook dat leren kinderen over de hele wereld in een bepaalde volgorde. Een verhaal vertellen bijvoorbeeld. Een klein kind, heel klein kind, kan nog geen verhaal vertellen. Kan misschien zinnen maken, maar nog geen verhaal vertellen. Die begint zomaar ergens te vertellen en houdt zomaar ergens op. Er zit geen begin en geen einde aan. En gaandeweg leert het kind dat een verhaal een einde moet hebben. Wat doen kinderen dan in eerste instantie? Als ze weten dat een verhaal een einde moet hebben, dan beginnen ze zomaar ergens. En ze houden eigenlijk ook zomaar ergens op. Maar ze zeggen, klaar. En dan de volgende stap pas, is dat ze leren om gaandeweg een einde te maken aan dat verhaal. Gaandeweg een einde te maken aan dat verhaal. In eerste instantie maken ze een einde aan het verhaal en zeggen ze nog steeds klaar. En de allerlaatste stap is dat ook dat klaar wegvalt uit het verhaal dat zo'n kind vertelt. Heel kort, in 10 minuten, is dit wat zo'n kind doet in een paar jaar tijd. Ieder kind, ieder gezond kind dat in normale omstandigheden opgroeit, doet het. Het hoort heel erg bij de mens. Dit leren hoort bovendien heel erg bij de vroegste periode van de mens. In een latere periode kun je het niet meer leren. Kun je bepaalde klanken eigenlijk bijna niet meer leren maken. Koreanen, Aziaten in het algemeen, kunnen vaak het verschil niet horen en het verschil niet maken tussen een r en een l. Klank, kunnen dat dus ook niet meer maken. Er zijn Koreaanse ouders die hun kinderen naar het ziekenhuis sturen om het spiertje onder hun tong los te snijden, omdat ze denken dat ze dan beter een R kunnen maken. Maar dat heeft geen zin. Het is niet iets in de spieren, het is iets in het hoofd. Het is voor die kinderen te laat geworden om die taal nog te leren. Taal hoort bij de mens. Dat is ook de reden waarom kinderen zo vroeg daarmee beginnen. Zo vroeg beginnen met het leren van die moedertaal. Omdat ze alles wat ze verder nog moeten leren, moeten gaan leren door die taal. Het hoort bij de mens. Bovendien hoort uiteindelijk de taal die je leert bij de mens. Je identificeert je met die taal die je uiteindelijk geleerd hebt. Die taal bepaalt je. Die taal, daar ben je misschien trots op. Je accent ben je trots op. Iedereen van ons spreekt net een beetje anders dan degene die naast hem of haar zit. Iedereen spreekt net een beetje anders. Iedereen heeft zijn eigen
taal geleerd. Is zijn eigen accent geleerd. Dus nu vragen jullie af, hoe zit dat? Kan je aan iedereen herkennen waar die vandaan komt door middel van zijn accent? En dat is het onderwerp van het volgende college. APPLAUS.